die poging om ons te laten dalen doet van mijn pluterig stijgen. We zitten op zweefvliegtuigniveau met de luchtballon. Ja, en we zijn iedereen kwijt. We zijn met 20 begonnen en ik zie niemand meer. Ik heb het gevoel, Ronnie, ofwel wordt het gewoon België voor de zoveelste keer niks, ofwel zitten wij op gouden koers voor die Olympische medaille. Een van de twee wordt het, Ronnie, ik weet het. Ik weet het zeker. Oh, hadden we Pieter maar bij, hè? Die heeft daar een databank voor en allee, die maakt er maar zo'n mooie PowerPoint van. En dan komt dat professor van in Word zo met zijn wijzertje dingen aantonen. En ik zou hem bellen, maar ik heb geen bereik. Nu zitten we hier. Alleen, nog uren te gaan in onze luchtballon. Ik dacht al ja, als we gewoon zo ver mogelijk van de grond gaan, zo ver mogelijk weg van Pieter, dat we hem zeker niet aanraken, dan weten we hoe graag dat we hem zien. Ja. Hoe graag dat we erbij hadden willen zijn, maar hij is er gewoon niet. Genieteke, je moet mij eens iets vertellen. Zijn jij stiekem verliefd op Pieter? Sorry, Ronnie. Er is weinig plaats in deze luchtballon en... Geniepeke, voelt jij je seksueel aangetrokken tot Pieter? Ik moet daar niet op antwoorden. Maar Geniepeke, heb jij Pieter al eens bekeken? Ja. Geniepeke, Pieter is niet gemaakt om seksueel aangetrokken toe te gevoelen zijn. Dat is net die afstand die het zo onweerstaanbaar maakt. Allee, ja, je drukt dat in en ik krijg het niet gezegd. Geniepeke, ik voel dat wij blijven stijgen en dat mijn bloeddruk blijft stijgen. De rest bij niks anders na wat jij mij vertelt. Dat dat u uit het ding te spijten, daar gaat je. Oh nee! Nee, wat heb ik gedaan? In mijn arm! Geniepeke! In mijn arm! Oh nee! Geniepeke! Dank u wel! Pieter, helemaal in emotie. We gaan even kijken. Hebben zij het zo goed gedaan dat ze een van de twee toch een kans krijgt in de finale? Dat betekent dat de twee mensen die aanvankelijk voor de finale had gekozen, dat daar toch iemand uit moet. Of zeg je, nee, hij trok het op niks. Of zo'n rotskwaliteit. Ik moet die mensen niet. Pieter, het is jouw beslissing. Het is jouw beslissing. Nee. Dus, en goed, Pieter, met andere woorden, de twee eerste blijven? Ja. Oké, Pieter. We hebben nog iets speciaals voor jou. De laatste ronde. Ga gerust zitten, Pieter. Het wordt speciaal. Alsof het dat nog niet was. En bij jullie ben ik op zoek naar twee literaire personages waarvan jullie denken, oh, dat zijn interessante personages. Roep maar.